Luisteraars, hartelijk dank voor de uitnodiging om opnieuw aanwezig te mogen zijn bij deze bijeenkomst. Vorig jaar waren we hier in ieder geval plaatselijk onder hele andere omstandigheden. Maar je kunt ook niet zeggen dat de wereld veel beter erop is geworden. Het is goed om deze wandeling weer met elkaar te hebben. Het is nodig. Lopen voor de vrede, nadenken over vrede en vooral nadenken over onze rol die we daar zelf in kunnen hebben. Juist in een tijd waarin de zucht naar oorlog zoveel sterker lijkt dan het verlangen naar vrede. Wie had tot een half jaar geleden gedacht dat vandaag de dag een bloedige oorlog in Europa gaande zou zijn, maar een paar uur reizen hier vandaan. Een oorlog waaraan voorlopig ook geen einde lijkt te komen. Een oorlog die ook niet lijkt te kunnen worden beëindigd door onderhandelingen. Niet door met elkaar te praten, zoals we in het Europa van na de Tweede Wereldoorlog met elkaar hebben geleerd. De weg naar vrede lijkt langer en verder verwijderd dan ooit. Maar uiteindelijk zullen oorlogshitsers, mensen die oorlog maken, mensen die geweld veroorzaken, het zwijgen worden opgelegd. Want mensen die vrij kunnen kiezen, kiezen altijd voor vrede. Het grootste deel van het volk, het grootste deel van de mensen, vervloekt oorlog. Al is het soms noodgedwongen in het geheim. Mensen bidden om vrede, al is het in stilte, omdat het niet gehoord mag worden. En voor degenen die een oorlog zijn begonnen, weten we één ding zeker. Het is een laffe vlucht uit eigen problemen. Vergeleken met het geweld, met de verwoestingen en het leed aan de grenzen van ons werelddeel, lijkt deze bijeenkomst, deze Walk of Peace, bescheiden. Bijna futiel, als je negatief gaat denken. Maar dat is het niet. Want vrede begint dichtbij, in onze eigen stad, in onze eigen buurt. Vrede is geen onbereikbaar ideaal. Vrede is niet iets van grootmachten. Vrede is iets van mensen. Iedereen kan op zijn of haar eigen manier een bijdrage leveren aan vrede. Door de verbinding te zoeken. Door niemand uit te sluiten. Door niemand te demoniseren. Door niet te polariseren, door verdraagzaam te zijn en door ons uit te spreken tegen agressie en tegen geweld en voor vrijheid, veiligheid en democratie. Een vreedzame samenleving, dames en heren, kan alleen stand houden wanneer iedereen in die samenleving kan meepraten en mag meedoen. Democratische waarden zijn de grondslag, de basis van vrede en van veiligheid. En waar die waarden ontbreken, en er zijn nogal landen en plaatsen in de wereld waar die waarden ontbreken, daar heerst het spook van tirannie en van onderdrukking. Daar heerst geweld en rechteloosheid. Te midden van de wapenen zwijgen de wetten, zei Erasmus al in 1522. Erasmus stelde toen al dat oorlog nooit een verlengstuk kan zijn van politiek. En er waren denkers in de jaren daarna die dat wel vonden. Maar dat idee, dat oorlog nooit het verlengstuk van de politiek mag worden, is dominant geweest in Europa, dominant in de wereld, nadat wij de Tweede Wereldoorlog achter ons hadden kunnen laten. Totdat Vladimir Poetin de oorlog weer tot onderdeel maakte van zijn politiek. Het is onbeschrijfelijk wat we zien. De massagraven in Izium, waar honderden lichamen worden opgegraven, hier op de drempel van Europa. Vaak nog gebonden voordat ze vermoord werden. Het doet denken aan de massagraven in Katyn, waar Poolse officieren bij de honderdtallen vermoord werden in de Tweede Wereldoorlog. Het doet denken aan de toegedekte, de verstopte
massagraven in de concentratiekampen die we ontdekten toen Europa bevrijd werd. Het is tranentrekkend hoe ziekenhuizen, kerken, woonhuizen, woonblokken moedwillig, zonder enig nut, zonder enig doel worden vernietigd. Met als enige bedoeling om mensen schrik aan te jagen, om wraak te nemen en om dood en verderf te zijn. Oorlog is het werk van mensen. Vrede en vrijheid zijn ook het werk van mensen. En steeds opnieuw, gelukkig zeg ik erbij, zijn steeds opnieuw mensen bereid zich daarvoor in te zetten. Door te lopen in een walk of peace, maar soms ook heel extreem, door er je leven voor te geven. Ook dat gebeurt. Vrede is meer dan alleen maar het ontbreken van oorlog. Het is een zaak van rechtvaardigheid die de hele mensheid aangaat. En daar hoort ook de strijd tegen dictatuur en bezetting bij. En het opkomen voor mensenrechten, voor menselijke waardigheid en solidariteit. Niet alleen ver weg, want daar praten we makkelijker over, maar ook dicht bij ons, in onze eigen stad. Waar niet iedereen dezelfde vrijheid heeft die wij hebben. Waar niet iedereen hetzelfde vreedzame gevoel kan hebben door de omstandigheden waarin ze moeten leven, als waarin velen van ons verkeren. Het gaat erom dat wij elke keer opnieuw ons, en het is een nawoord zou je bijna kunnen zeggen, want het beklemt een beetje, maar dat we elke keer opnieuw ons morele kompas moeten formuleren. Het morele kompas dat ons richting geeft in ons leven. We moeten het besef bewaren, misschien zelfs terugbrengen, dat duurzame vrede en veiligheid nooit de vrede en de veiligheid van één land of van één individu kunnen zijn. Maar altijd de vrede, de veiligheid, misschien ook wel de vrijheid van allen, van iedereen. Tot slot een troost. Want te midden van oorlog, van geweld, van bezetting, van moord, waar ook ter wereld, mogen we één ding weten. Het kwaad zal nooit overwinnen. Want het kwaad ontbreekt het aan het machtigste wapen dat er is. En dat is namelijk de liefde. En waar de liefde heerst, zal de vrede zegevieren. Dank u wel.